iedereen, mijn batterij is leeg. Mijn batterij is leeg, ik moet dadelijk even snel mijn camera opladen. Maar we gaan nu snel Eli naar mijn ex-schoonvader brengen. Want die logeert daar en we gaan vandaag super leuke dingen doen. Mijn make-up zit niet oké. Ik heb wel een beetje foundation over mijn gezicht gedaan, lijkt me. Maar... ja. Wat een leuke dag. Ik vind je wel lekker hoor. Hé. Hey. Zo, kijk je uit. Dus we gaan nu die kleine even brengen. En ja, wat ik al zei, mijn acne aan één kant is zo heftig. Je ziet het niet goed. Dion ziet het helemaal niet. Maar ik zie het wel en ik vind het redelijk. Let even op. We gaan die kleine nu even wegbrengen. Dan gaan we even terug naar huis. Dan ga ik eventjes mijn make-up een beetje beter doen. Want het ziet er nu uit als een... zwaar hartprobleem. Ja, ik ga jullie dadelijk allemaal meer vertellen. Mijn telefoon. Mijn camera is leeg. Dus we gaan nu even karren. En dan kom ik zo weer jullie terug. Hallo iedereen. Wou je een foto maken? Ja, kijk naar die. Ik zag het. Nou, zoals jullie zien, ik heb mijn make-up gedaan en ik voel mij goed en lekker weer in. We hebben allemaal kruiden en zo ingepakt, want ik ga koken voor die onze ouders en die onze zus en zijn niffeltjes. We gaan nu het lijstje verder halen wat we nodig hebben. Ik heb hier een hele lijst. Moeten we allemaal halen. Dus. Dat gaan wij doen. En dan gaan we lekker eten. Lekker. Super veel zin in. Ik heb mijn meisje goed koken. Hè? Koud man. Niet doen. Als je dat had gedaan. Dan hadden we echt oorlog gehad. Ja? Er zitten 12 eieren in. 1 is op mijn hoofd kapot en dan gaan er 10 op jou kapot. Er zitten er 12 in. 1. 12 min 1 is 11. Ja, dat zeg ik toch? Nee, je zegt je gaat 10 bij jou kapot. Ja, nou, er zitten er 12 in en 10 gaan op jouw hoofd. Dan blijft er toch 1 over. Ja? Jij bent echt corky. Oh, wacht, rustig. Ik heb mijn gordel nog niet om. Ja, nou wel. Rustig. Nou. Wat maakt dat nou uit? Ja, ik vind dat niet fijn. Ik wil niet met mijn hoofd door de voorkant heen vliegen. Ik heb gewoon een kind en verantwoordelijkheid. Zou je ook een keer moeten hebben? Ik heb ook verantwoordelijkheid. Nou, we merken er nog heel weinig van. Ja, moet je kijken waar ik rijd. Zo erg is dat niet. Hier. Een parkeerplaats rijd ik uit. Het is gelijk paniek. Doe eens even rustig. Haal even een beetje adem. I love you, hè? Waarom neem je dat altijd zo serieus wat ik zeg? Je kan jou altijd helemaal een maling nemen met alles. Even naar Albert Heijn. En dan gaan we daar eventjes nog een potje kruiden halen, want die was thuis op. Oh, en dan ga ik volgende keer weer wat anders lekkers maken. Lekker hoor, schat. Ik heb wel een beetje honger. Ja? Ja. Gelukkig maar. Zo, dat huis is groot, jongen. Ik ga bij de andere Albert Heijn even een zangwerp halen als ze dat hebben. Heb je honger? Ja, ik heb nog niks gegeten. Helemaal niks. Gaat dan. Sure. Wow. Ja. Ik ben vast doelen. Nee, ja, ik ben hartstikke dik, schat. Ja, dan is het. Ik heb die, deze broek, die broek die ik aan heb. Ik heb wel iets gegeten. Een koekje. Dat is wel erg. En ontbijtyoghurt. Tenminste, drinkyoghurt. Weet ik veel. Het maakt niet uit, maar schat, ik heb deze broek samen met jou gekocht. Wanneer? Een paar dagen geleden? Ja. Je moet me nu al helpen om hem over mijn kont heen te krijgen. Hij geeft toch helemaal niks, man. Beetje hou vast, kom. En zo erg is we hoeven niet goed. Helemaal voor de deur te staan, Dion. Ja, dat vind ik best wel fijn. Ja, maar jij doet alles zo moeilijk. Kijk nee, dan. Dit is een mooi plekje.
over jou. Vertel eens vanochtend wat jij hebt gedaan. Ik leed het altijd moeilijk met tanden poetsen. Dus wat deed Dion? Oh, ja. Ik liet even een plaatje zien dat als je tanden niet poetst, hoe het dan eruit zou zien. Hij wil gelijk heel de dag tanden poetsen. Maar dat is goed. Ik heb tegen hem gezegd, als je 2 keer per dag je tanden poetst, dan heb je gewoon een goed gebit. En anders komt het er zo uit te zien. Hij was zei hij, nee, nee, niet één tand uit. Dan zei hij. Oké, wij gaan nog even kipkruiden halen. Ja. We zijn zo weer bij jullie terug, ja? Na de reclame. Doei. Nummer eentje, naar Cuba. Ga je eentje op vakantie? Zo, ik heb een mooie schort aan. Mooi, hè? Ga ik nu eten koken. Hier zitten. Ja. Ik geef de aanwijzingen, ja? En ik doe zo min mogelijk. Ja, hij ligt altijd lekker. Chillen. Even kijken. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I'm going to work. Yeah, it's good. Komt helemaal voor de bakken. Ja, proost. Cheers. Gelukkig. Jij bent mijn cursus al afgesloten, hè? Nou. Maar je doet geen jongen. Jawel. Jawel, jij moet om. Ik hou alles in de gaten. Wat er? Lekker hoor, schat. Zeg waar alles staat. Ja, dat wel. Dus we hebben het wel samen gedaan. Wij doen alles samen, toch? Ja. En ik ben ook lekker nou, ondertussen. Ik heb wijn aan het drinken. Wil jij? Oh yeah. Lekker hoor. Hallo iedereen. Oh, nog echt super gezellig. Super gezellig was. We hebben lekker gegeten. Die kleintjes van Dion's zus. Zeiden, ik wil meer, ik wil meer, ik wil meer. Die vonden die kippenpoten zo verschrikkelijk lekker.
was echt heel erg leuk. Het was gewoon heel erg leuk. We hebben goed met elkaar gepraat. En lekker gezellig met elkaar. Gewoon een lekker familiegevoel. Heerlijk. Ik hou ervan. Het is nu al over 12. En die onze vader is net jarig. Superleuk. Hey schatje. Hey baby. Is toch wel leuk dat we tot je vaders verjaardag zijn gebleven. Ja. Dat hij jarig was. Alleen wat minder leuk dat ik om 5 uur uit moet. Ja. Oké. Okay. Maar het was wel gezellig hè schat. Ik vond het superleuk. Je hebt lekker eten gemaakt. Vond je het lekker? Ja. Iedereen vond het lekker. Dus je deur niet goed dicht. Ik was er wel blij mee, want ik was had super erg op faalangst. Ah. Was... Het is toch goed gegaan schat. Ja. Ik was super bang dat jullie het niet lekker zouden vinden. Natuurlijk wel gek. I love you. Ik vond het echt leuk. Ik ook. Echt waar hè? Mijn ouders ook. Ik vind jou ook leuk. Ik jou ook. Voor altijd? Voor altijd. Pinky promise. 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 En dan ook. Waarom ben je zo leuk? Jij. Ik vond het echt leuk. Ik ook, schat. Ik vond het ook echt... Hoorde je de kleintjes? Ik wil meer! Ik wil meer! Ja, ze zei altijd meer, meer, meer. Had hele pan, ze hadden een hele pan kip op. Ik wil meer, meer, meer. En ik dacht, hallo, ik moet ook nog een beetje. Weet je wat ik echt vind, schat? Ik vind het echt leuk om jou zo gelukkig te zien. Zo gelukkig te zien met je en dat mijn ouders, waar ik ook heel veel om geef, dat die jou ook heel leuk vinden. Daar ken ik wel van genieten. Maar het is niet zozeer dat hun mij heel leuk vinden, het gaat er gewoon meer om dat het echt is. Ja, het is ook echt. Dus dat het puur is, als ik jou, kijk jouw ouders lijken heel erg op mijn ouders. Kijk, jouw ouders komen uit Rotterdam, mijn ouders komen ook uit Rotterdam. Ja, mijn ouders zijn hartstikke gek op jou, dat meen ik aan alles. Ik vond het ook wel fijn, want ik ging dan koken en zo. En dan kwam je zus af en toe, moet ik nog wat doen? Nee, moet ik nog wat doen? En dan kwamen ze toch wel even bijstaan dat ik niet alleen was, weet je wel. Dat ik toch wel even op mijn gemakkie alles kon maken. Maar soms vergat ik wel eens iets. Dacht, oh ja, dat moet ik nog doen. Maar uiteindelijk, ja, het was super lekker. Ja. Het was allemaal goed geleugd. Die kinderen ook, zwaar genieten. Ja, dat vond ik eigenlijk wel het mooiste om te zien, hè. Ja. Dat die kleintjes zo... zo lekker vonden. Weet je wat het was? Nou, ik vind... Waar moeten we heen, schat? Ja, die ding is die echt kans afgesloten. Dus ik moet nou een afslag verder pakken. En dan rijd ik hem terug. Ik heb geen keuze. Bizar. Anders konden we hier gewoon af. Ja, daar al. Dat is niet normaal. Ja, welkom in Nederland. We moeten gewoon een afslag verder rijden. Maakt niet uit. We zijn samen. En het is pas 12:30. Oh, dan moet je eruit 5 uur. Ja, ik ga er 5 uur uit. Maar ik ben goed uitgeslapen, dus ik heb niet zo goed geslapen. Dus. Dan moeten we helemaal omrijden. Ja, ik weet het. Huh? Ik weet het. Dat is niet normaal. Dat is niet anders. Morgen met mijn vriendin mijn teennagels laten doen. Oh ja. Dat ging 1 uur toch? 12 uur. 12 uur. Ja. Hoe lang duurt zo'n wandeling dan? Weet ik niet. Ik ga voor het eerst met mijn vriendin mee. Normaal denk ik mijn eigen ding naar mezelf. Maar ik wil gewoon lekker in mijn voeten gedaan worden, weet je wel. Dat ze lekker mijn eelte afgeschraapt wordt. En gewoon lekker ingesmeerd wordt met scrub. En lekker met... Gewoon lekker... Ik vind het ook wel lekker, hoor. Lekker dat hij het vindt. Sorry. Lekker dat hij het vindt. Viezerik. Nee. Wij moeten bij elkaar blijven, hoor. Ja, dat... Want ik vind iedereen leuk. Nee. Dan betaal ik weer een bekeuring voor het onnodig klaksoneren. Onnodig klaksoneren? Zo noem je dat toch? Ik heb dat nog nooit gehoord, Corky. Onnodig klaksoneren.
als ik ooit toeter en een agent houdt me aan, zeg ik ja, je geeft me een boete voor onnodig klaksoneren. Dan krijg ik zeker weten geen boete. Denk jij? Ja, als je er zo uitziet, niet nee. Dat gaat verkeerd. Om mijn voorhoofd. Het is weer heel raar wat ik aan het doen ben. Goed hoor, hè? Ik ben net de hele tijd aan het vertellen hoe je volwassen moet zijn. Volwassen hoor. Yeah. Moet je voorstellen, zak hem gewoon zetten. Hier, zak gewoon ik weet niet wat deze op heb. Zo, ik laat hem hier staan vandaag. Nee, doe nou normaal. Dat kan niet, jongen. Dacht je dat ik serieus was? Nee. Nou dan. Hij is totaal niet goed. Dichter bij me liggen. Oh, rustig. Nee, je moet bij me komen. Oké, zullen we afsluiten dan? Ja. Je ziet niks. Wel, weet je. Laat allemaal even weten wat jullie van onze video vonden. Ja. Alle duimpjes omhoog. Laat dat even weten. Alle duimpjes omhoog. Ja, doe die ook even omhoog. Reactie en vraag onder onze video. Ja, doe ook maar. En we zien jullie bij ons nieuwe vlog. Yo yo. Doei, slaap lekker. Doei.